Dat is een winstpunt. Ja, tot slot, u heeft een plan voor richting 2023. Kunt u daar iets van zeggen? Daar kan ik zeker iets van zeggen. Wij zijn geaccrediteerd bij de Verenigde Naties, zei ik net, bij de Europese Unie, bij de OVSE, ja, bij de Mensenrechtenraad, bij al die organisaties. Dat betekent dat wij daar een tafel hebben, een bordje, inspreekrecht hebben. We kunnen in panels zitten, we kunnen lobbyen, we kunnen van alles. Alleen moet je daarvoor mensen hebben. En die hebben we op dit moment niet. Zelf kan ik niet en wil ik ook niet overal tegelijk zijn, want ik woon in Nederland. Maar ik wil een permanent oog hebben in New York, in Genève, in Brussel en in Wenen en Warschau, waar de OVSE zetelt. Zodat we de agenda in de gaten kunnen houden en kunnen beïnvloeden op de punten die ons lief en dierbaar zijn. En dat is bescherming van het menselijk leven, van het natuurlijke gezin en vrijheden zoals van onderwijs en van godsdienst. En daarvoor zijn middelen nodig. Ja. En mensen. Nou, eindigen.